Hey, hallo. Welkom bij de volgende aflevering van Frankie Donovan in Empire of Sin. Vandaag gaan we achter de Ellicats aan. Zoals je kan zien, is er een tijdsprong geweest. Ik heb buiten de camera een aantal saaie gevechten en overnames gedaan van leegstaande rackets, die niet boeiend genoeg waren om op camera te laten zien. Alsook zijn we nu in het bezit van een groot aantal vaten alcohol en die gaan we zo meteen verkopen. Even controleren of we de juiste alcohol verdelen en produceren. Op dit moment produceren we het meeste swill en niet de top shelf die we eigenlijk zouden moeten produceren, maar dat veranderen we later nog. De Vikings worden ons eerste slachtoffer van onze oplichting. We hebben 729 vaten swill, een groot deel ervan gaan we verkopen als whisky. Whisky heeft een grote waarde in het spel. Ze zijn bereid om al hun geld en hun meest dure items aan ons te verkopen. De net verkregen items verdeel ik over mijn team. Items die we niet kunnen gebruiken, verkoop ik op de zwarte markt. Vermits dat dit niet het meest boeiende deel is van het spel, gaan we het een beetje doorspoelen. Vermits Elvira ons al niet graag heeft en aardig wat cash geld bezit, gaan we ook haar een hoop swill verkopen en vermollen als whisky.
Zo, nu we een mooie som cash geld in handen hebben en ons team betere wapens en items heb gegeven, is het tijd om wat rackets van de Alley Cats te gaan overnemen. Elvira heeft ontdekt dat de whisky dat we haar hebben verkocht in feite swill is. Dit maakt haar kwaad en onze reputatie gaat naar beneden naar min 500. Maar hey, dat is de zaak doen als criminele bende, niet? Ondertussen heeft Clyde een nieuwe vaardigheid geleerd en kunnen we een nieuwe kiezen. Vermits we Bull Rush hebben geleerd, gaan we hier ook verder met Slugger. Deze vaardigheid geeft Clyde's fysieke aanvallen een 60% kans tot een knockout. Na enkele rackets te hebben overgenomen, hebben we ontdekt dat het safehouse van de Alley Cats dichtbij is.
We gaan er onmiddellijk heen om Riley te verslagen en zo alle rackets die nu nog in bezit zijn van de Alleycats over te nemen. Om zeker te zijn dat we alle bendeleden in het safehouse kunnen uitschakelen, nemen we Theodore Hunter aan. Terwijl we buiten het safehouse wachten dat Theodore ons vervoegt, verlaten drie bendeleden van de Alleycats het safehouse. I'm gonna step on you. De vraag van de Vice Kings om mee te doen met een oorlog tegen Reagan's Cold gaan we afwijzen. Nu Theodore ons heeft vervoegd, kunnen we de Alleycats uitschakelen.
course. I'm gonna break your face in. I ain't gonna run. Take that, you fucking gobshite. Entendido. On it. Would you move?
gumshite. Of course. Ooh. Loud and clear. Right away. I'm on it. Loud and clear. We all go back to the ground eventually. You just went sooner than most. Better than expected. Zo, met het uitschakelen van de Alleycats nemen al hun rackets geld en items over. Door de factie volledig uit te schakelen, verliezen we 20 punten in onze faam en 6 reputatie bij alle politiediensten. Dit was een gemakkelijke bossfight, de andere facties zijn over het algemeen niet zo gemakkelijk uit te schakelen. Vermits we in deze buurt al een safehouse hebben, kiezen we hiervoor een speakeasy te openen. Sweet late husband there, will you? I'm sure he's just dying to see you again. De Northside Mob had om een sit-down gevraagd. Daar gaan we nu naartoe.
Net voordat we onze sit-down willen beginnen, krijgen we aan de Gina Crime Family de vraag om hen te beschermen. Zij zijn bereid om daarvoor $26 te betalen voor de komende 6 maanden. Dit gaan we zeker aanvaarden. Dit was het dan voor deze aflevering. We zien je volgende keer terug voor meer Empire of Sin.